in Macedonia when we have Sunday, every Sunday we go to the church. But in Holland and England also, I think the church is stadium and football. I see, again, I can say that Macedonian Sunday, when we have off, then we go to the church, stay there a little bit, you know. That's for us something big. But in Holland and England, they live for football and they love the football. When is 50,000, 55,000 people in the tribune, then you start to run. And you do something good, then the fans, they take you up and they say, they think about you and they shout all the time. They see that they like you. Then I have more power, 5 times more power than before start the game. How it's possible 30,000 people lives in Heerenveen and 27,000 stadium full every game. I come for the fans, that I show him that I'm the same like before. No, I'm not bad boy. I can say maybe I'm bad boy, but positive. So positive bad boy. That's all. Goran Popov, ja, de tank. De tank was dat. Ja. Popov, ja, 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 ja. Eerst denk ik aan een auto en aan liedjes over drankgebruik, maar ik denk er ook wel aan een beetje ondergewaardeerde speler, want het was altijd wel een spektakel als die over die flank opkwam. Ik zei altijd voor de gein van zet hek open als die aan de bal kwam. Kracht, hè? Veel, veel power in zijn spel. En, ja. Mijn lievelingsspeler geweest, nog steeds eigenlijk. Goede verdediger, was hartstikke het beste. En, ja, bikkelen, altijd voor de club. Het was altijd wel mooi als hij de bal had en naar voren rende. Hij stoomde en dat iedereen het publiek heeft achter ging staan. Ja, was altijd wel een breed geschouderd figuur die ook wel eens wat onbezuisde acties had. Beetje prettig gestoord, ja. Maar wel leuk. Jammer dat hij weg is, toch wel. Op 12 juni 2008 presenteert Heerenveen een relatief onbekende verdediger uit Macedonië. Goran Popov komt over van het Griekse Levadiakos en tekent een contract voor 4 seizoenen. Heerenveen is op dat moment de 7e club voor de dan pas 23-jarige verdediger die al op 19-jarige leeftijd zijn debuut voor het nationale team van Macedonië maakte. Hoor ik van onze scouting zeggen, ja, hij moet linksback hebben. Nou, alarm in Scandinavië, alarm in Benelux, alarm in de Balkan. Er was ook op een lijstje gezet van mogelijkheden. En op een gegeven moment kwamen we in contact met zijn zaakwaarnemer. En die was eigenlijk op zoek naar een andere club voor hem. Maar was toevallig dat Poolse elftal heeft die voorbereiding in Duitsland, in het gebied bij Stuttgart. En... Nou, dan hebben ze een vriendschappelijke wedstrijd tegen Macedonië. Maar toevallig
Riemer en aan. Ik had in bezoek bij Leo Beenhakker daar in de buurt, weet je. Dus een Bert. Ik zei, nou, moet je ook even kijken naar Popov. Die zit ook in de basis, speelt hij. Nou, wij bellen we hem. Ik zei, ga maar even kijken naar Popov. Nou, hij zei, die, ja, was niet goed. Ik zei, maar welke nummer heeft hij dan? Ik zei, die, nee jongen, dat is die. Oh, die was een van de beste. Ik zei, dat is de Popov. Oh, die moet je direct halen, jongen. Ja, ik was er zelf wel redelijk tevreden over. Maar het was ook net zoals hij zelf is met zwart of wit. Zo was het met onze supporters natuurlijk ook. De een die mocht hem graag zien voetballen en de ander vond het helemaal niks. En ertussen zat ook niet veel. Dus dat had hij ook. Kijk, hier heb ik dus wat reportages gemonteerd ook van Goran Popov. En dat eerste waar ik dan eigenlijk wel een beetje aan denk bij de beste man uit Macedonië. Dat het echt een mafkees is trouwens. Maar vooral, nou kijk, deze beelden. In zijn auto. En ik zei, ik wil een reportage maken over Popov. Enorme autoliefhebbers. BMW M3 heeft hij. Ik zei, nou, daar wil ik wel even neerrijden. Toch de overwinning op Ajax had Heerenveen in 2009 nog geen punt verlengd. Bovendien had de ploeg in vier wedstrijden nog maar één doelpuntje gekregen. De verdediging had een soort kritiek gekregen, maar zit de laatste weken als een hoes. Ook linkerverdediger Goran Popov, hier een drege start van de competitie, maar staarde gewoon, speelde de Macedonisch international, hield hij beter. Oké, Goran, you just bought a new car? Yeah, I think so. You really proud of it? Yeah, it's good. Show us. Yeah, what do you want to know? No, show us your car. What kind of car is it? Yeah, it's BMW M3. You can see, it's a little bit fast. It's a good color? Yeah, it's a good color. Maar het was wel, auto's enorme status wat dat betreft voor die Balkanspelers, om het zo maar te zeggen. En dan wanneer dan een maximum, hè? What maximum? Maximum speed? No. No? No, it's dangerous. I think it's dangerous. You I never go. Because, you no. never go with maximum speed? No, I never go. Okay, from 1 till 100 in 30 seconds? I think for 3 seconds. 3 100? Seconds? Yeah, I think. I think so. I don't believe it. Okay. You have to show me. I cannot now. okay, 60, 80, 100. Oh. Okay, it's good. I will see later how many seconds it was. Nou ja, hier zie je ook wel. Het is zo grappig. Ik zie mezelf ook weer zitten in die auto. You really never race? No, I don't race, never. Oh, never. Everybody drives like this in Macedonia? No. In Macedonia maybe you can drive, but now this is for enjoy a little bit. Okay. For TV and nothing more. Okay. I drive every time normal. I cannot drive here because in Holland it's strange when you drive fast. Strange. Also, yeah, it's a picture everywhere. Yeah. You cannot drive. En 4 dagen later ging hij op stap na een wedstrijd tegen Ajax. En toen werd hij aangehouden midden in de nacht. Met 2 lekke banden, tegen het verkeerde inrijdend. Met 6 keer de toegestaande hoeveelheid alcohol. Ja, en dat hoor ik dinsdag van iemand. En dan zit je wel even, ja, oei, wat moet je hiermee? Want ja, als journalist, privézaken gaan mij in principe niet aan, vind ik. Maar ja, dit had wel consequenties natuurlijk. Dus dan moet je er toch wat mee doen. Dus we brachten het nieuws
Jereveen-speler Goran Popov reageert voor het eerst op zijn arrestatie verleden weekend. Goran. Ah ja, you not say nothing about that because this is they stop me, they take my license and finish. Yeah, but what did, I can do? Did you get arrested? What arrested? By the police. We have a game tomorrow. Okay, I don't want to talk now about that. Tomorrow it's game. We have to win this game and nothing more. Yeah. I will talk next time maybe. Are you afraid of the sport of consequences? No, I'm not afraid. Everything is good. We have to win tomorrow and nothing more. Did you already talk with the direction of Heerenveen? Everything is finished. No. Ik zeg dat dingen wat intern gebeurt, houden wij intern. Ik denk dat u niet van alles van uw familie wil buiten halen. Zo daarom, ja. Wij zeggen niks. Het heeft geen sportieve consequenties voor Popov? Popov is in de kern voor de wedstrijd van morgen. After long years we win in Amsterdam Arena against Ajax. My friend Daniel Pranjic was scorer in this game. He scored from free kick, so we win 0-1. And then after the game, inside in the bus, we have a couple of beers to drink inside. So we drink a little bit more in the bus. After going out, we have to go home. I don't know what time it was, 4 o'clock morning, something like that. Then when I was driving, I go in the center there. I cannot turn to go right. I go in one way, road, and behind me was police. So when you're drunk, everything can happen in your life. So that's why I take a wrong way, and the police, they put the light behind me. I was just driving because I was afraid. I know that they stop me, they see that I'm drunk, and they take me in the police. I go out, they start to talk with me. They say, okay, did you are drunk? I say, yeah, I'm so happy because we win today the game, please. And I was thinking that it's the same like in Macedonia. When in Macedonia you give the shirt or you give something to the police because they know us. I played national team Macedonia before. And I was thinking, okay, I give them now something, they let me go home. And they say, no, I don't need your shirt. I don't want nothing. You just go out from the car, take your phones, then you have to go to the police station and tell us everything what happened, what you do, where you go. I say, okay, no problem. So we go to police station, they take my license for 1 year. And after 1 year I can drive again. In dat soort situaties, je krijgt ook van heel veel kanten heel veel meningen. En als club moet je ja, gewoon wel iets doen. Ja, maar je kan moeilijk naar iedereen gaan luisteren, want dan moet je allemaal hele verschillende dingen gaan doen. Ja, je moet je eigen beleid daarin uitzetten en dat hebben we ook gedaan. Dus we hebben met Popov gesproken. Volgens mij heeft hij destijds een boete gehad. Hij is volgens mij niet geschorst geweest en heeft daarna gewoon weer gevoetbald. En ja, daarmee vonden sommige mensen dat hij goed is weggekomen en anderen zeiden dat is prima genoeg. En volgens mij had hij er zelf wel vrede mee dat het zo ging. En achteraf was hij ook erg schuldbewust over de hele situatie. En had hij ook iets van, ja, dat had mij nooit mogen gebeuren. He is right, because when you're drunk, you don't have to drive. But in this time, it was crazy that we don't leave the cars at home and then we go out. So that happens. And after that, I know when you're drunk, don't drive. Ja, het tekent wel Popov, ja, omdat het wel iemand is van dat soort acties. Ja, dat had hij in het veld ook wel eens wat. En af en toe is een keer een onbezonnen actie, die denkt van ja, hoe krijgt hij het voor elkaar? En dat was dit buiten het veld ook. En het vreemde is eigenlijk een beetje dat je normaal gesproken zegt, ja, als je als profvoetballer, maar als ieder mens natuurlijk aangehouden wordt met zoveel drank op achter het stuur, dan zeg je, jeetje, wat een lul eigenlijk. Dat moet je dan eigenlijk gewoon concluderen. En dat was bij hem ook wel het geval. En toch heerste er iets, ook bij mij, van ja, het is ook wel weer een grappig figuur. Hij had een beetje die cultstatus, ja. Dat Popov ook met twee lekke banden gereden zou hebben, ontkent hij. Volgens de speler is het verhaal door roddels groter gemaakt dan het is. If I have flat tires, then I will say the truth. How happened and what happened? How can be the flat tires in my car
and how I can drive. The people talk a lot and the people can say everything what they want, but the truth is here. I say, and I know what happened this night, how they take my license, that's everything. My head is clean, I know what I did, but I will make something very good to show the people that I'm good. Want in de eerstvolgende thuiswedstrijd zet Popov een dikke streep onder het hele incident. De verdediger scoort en juicht op ludieke wijze. Berens. Man is lang onderweg. En kan hij zomaar worden ingekopt. Door Popov. I scored the first goal. That's why I go to the fans and I drive. So that's why they know me like a good guy, good player and good person. Ah ja, gek. Gek, wie doet hij? Gewoon balkonboy. Ah ja, dat kan je niet aan doen. Zo is Popov. I think that was a big plus for me. It was not minus that I do something crazy. In this time, the fans like me more than before. And they make a song about me. Like a bop something, they sing like Popov is the bop, yeah. And they make a song about me, and always when we go to the games, they start to sing this song. And I was very proud and very happy about this. So I like it. From now, Popov is the bop. Yeah, in Holland, but in Macedonia they don't know this. Heerenveen heeft in het verleden diverse spelers uit de Balkan gescout. Veel voetstappen liggen in het Boris Trajkovski stadion in Skopje. Vernoemd naar de oud-president van het land die in 2004 bij een vliegtuigongeluk om het leven kwam. Voor veel spelers uit de Balkan is het stadion van groot belang geweest bij de ontdekking van hun talent. This is stadium from the Magyari. Ja? Yeah? I think the first time they scout me here from Heerenveen, ja? Yeah? Hier is close. Voor eerst heb ik hem gezien, was die. De leeftijd van hem was 17 jaar. Hij was snel, sterk. Soms vergeet hij wat, maar ja, hij is nog jong, weet je. I think after a couple of years, one, two or three years, they take me in Heerenveen. When I start to play for first team in Macedonia, for national team Macedonia. So that's why they scout me and they choose me to come in Heerenveen. Behalve Popov speelden ook vele andere spelers zich in dit stadion in de kijker. In die tijd Popov, Goran Pandev, dan later Sulemani, Filip Djuricic, de Kroatië, ja, wie niet, Modric, Pranic. Allemaal in die tijd was ze allemaal daar. We hebben geen ander stadion. Great history, because a lot of players, they go from this stadion, I think. They make a good contract also. Onvoorwaardelijke strijd is de kracht van veel spelers uit de Balkanlanden. Volgens scout Dragi Putevski spelen de jongens uit deze regio altijd met de wil om het publiek voor zich te winnen. Die jongens willen het altijd bewijzen. En 30% spelers voor zichzelf en 70% voor het publiek. Hij wil direct lieveling worden. Dat is de droom van alle Balkanse jongens. Yeah, because when it's 50,000, 55,000 people in the tribune, then you start to run and they say, come on, Goran, and they shout all the time. I know that they like me. And when you make something good, first important things for football players, the first two, three passes, you make it good and you do something good, then the fans, they take you up and they say, they think about you and they shout all the time. They see that they like you, then I have more power. 5 times more power than before start the game. Als hij in het veld stond, dan was het ook iemand die echt altijd alles gaf. Ja, dat kon je ook zien. En die houding had hij buiten het veld ook wel. Dus het was wel iemand die de groep ook wel wat scherp hield. En op trainingen was hij natuurlijk, hij was net zo bikkelhard op de training als in de wedstrijd. Dus ja, dat was voor medespelers soms wel wat vervelend. Maar aan de andere kant was iedereen wel wakker. Elke wedstrijd van hem is gewoon dat hij speelt van bij 100.000 mensen hier. Zo was die Popov. Ja. En Pranjic ook, hè? Sulemani ook, allemaal, die jongens.
Filip Djuric is, kijk, dat leven ze. Als ze naam één keer noemen, dan gaat hij nog meer 50% gas geven. Popov speelt momenteel voor FK Vardar, de landskampioen van Macedonië. Daar waar de ploeg het in het voormalig Joegoslavië opnam tegen clubs als Rode Ster Belgrado, Partizan Belgrado, Dinamo Zagreb en Hajduk Split, staat het nu eenzaam aan de top in eigen land. Now we are in the training camp FC Vardar. We go now on the reception and then from the reception I show you everything when we have inside. Okay? Come on. When they made the training camp, they make pictures from all players that they're here and they put the players on the wall. So this is the entrance. From here you go inside in the changing room. I'm first. Before the game, we stay here for sleeping, to take rest, to be ready for the next day for the game. So we eat here, we sleep here, coffee, night. So one day before a game we have a training, 2 o'clock. After the training we stay here and we sleep. Upstairs we have rooms. So that's why I will show you now the rooms. You see? That's all rooms, down and here. My room is 103. This one. So we have everything inside. We have a toilet. We have 2 beds. TV. And everything what you need for the game. To prepare, to be. And from here, when they have a training, you can see the 2 pitches. It's nice, really nice. They want that they keep the players together, like a family. All together, drinks, coffee. Day before the game, talk each other about the game tomorrow, sleep together. So you can see that Vardar is a serious club, yeah? Het trainingscomplex van FK Vardar heeft de allure van een Europese topclub. De eigenaar van het team heeft flink geïnvesteerd in de club en hoopt volgend jaar door de voorronde van de Champions League te komen. Here we have a jacuzzi. So this is for a recuperation after a game. We go jacuzzi and here. They make it full swimming pools with the ice, with cold water after a game for the legs, for the body, it's really good. Coach, make massage. Please don't, please. Nee, ik wil zetje, please don't camera. Goran Popov is a very big name in our country and it's a very nice guy, always positive. And of course, we are happy that we have Goran in our team. First of all, he's a very good guy. Little crazy, but very good guy, and we are very happy because we have Goran here in our club. He gives very good advice for the young players. He's very big professional and very good friends with everybody. Definitely one of the funniest in our club. Definitely. One of the louder in our club, definitely one of the who knows every song from everywhere. Definitely one of the positive person, definitely one of the player here in the club. Yes, it's always. He's the first guy who make a positive atmosphere here, and everybody, if you ask everybody will say the same. He's always laughing, always positive. I can say only positive things for him. That's Macedonia, Vardar. This is Macedonia, Vardar. The best club in Europe. FK Vardar speelt haar thuiswedstrijden in de Philip II Arena. Dit is met 33.460 zitplaatsen het grootste stadion van Macedonië. Bij de thuiswedstrijden zitten er echter maar zo'n 5.000 toeschouwers. Emotie! Emotie!
This is National Stadium of Macedonia. And all the games, Macedonian national team, the first national team, we play in this stadium here. And I think only two or three times was full, and was 150 years from beginning the stadium in Skopje when we play against Spain. So it was 30 or 32,000 people was full stadium. I played this game, and I was in this time player of Heerenveen. I can say that the Macedonian level football is not very good. Yeah, in home game, maybe they come 3, 4, 5, or 7, but qualification Champion League was 25,000 people. So that's Europe games, and the people likes to see nice football, Champion League. But when we go from here now to other city or to other village to play with some small club, and they don't come lots of people. They want to see nice football. They want to see, like in Holland, every game is full stadiums. The people in Holland, they like it because every club has own stadium. It's really good shape and good championship. In Macedonia, we have, that's why I say national team when we play, we have lots of fans. And Vardar when play against Škendija, and also Škendija is second now in the league. So that means that people likes football, but if all clubs in Macedonia, all teams, they have an own stadium, nice tribune like this one here, they will come a lot and they will see and they support us. But I think every year in Macedonian football go up and up. So, yeah, with the Eredivisie you cannot say that it's the same level, cannot be. Op 17 mei 2009 schrijft Heerenveen met Goran Popov in de basis geschiedenis door voor het eerst in de clubhistorie de KNVB-beker te winnen. Dit onder leiding van trainer Trond Soljet en assistenttrainer Chris van Puivelde. Ik denk dat de finale, dat was outstanding. Hè? Ook qua... Het was een Engelse finale, ja, dat was beleving, alles zat daarin. Ja, ja. Alles zat daarin. En supporters, beide supporters waren super. Hè? Before the game, we eat in the restaurant and we go to our room. I was together with Daniel Pranic. I think it was 1 o'clock evening. He said to me, okay, we go sleep now, we close the light and everything. I said, okay, come on, we go. I go sleep and he was quiet. After I think 15 minutes, he said to me, hey, Poppy, you sleep? I said, no, I don't sleep. Okay, I said, you sleep? Of course not. Okay, go sleep. After half an hour, again, he said, you sleep? I said, come on, come on, tomorrow we have a final. And I said to him, we're going to win tomorrow the final. And then we talked with Daniel. If he score, I said to him, if I score or you score, then we're going to make train. Like a train, toot, toot. Then in this time, you remember Arnautovic, still now, he's a very good player. He played in Stoke City. And this time when he come in, I just kick him 2 times in his ankle. En nu wordt bij Twente aangegeven, we willen nu wisselen. And after, if you remember also, Jelo Sibon, he jump, he kicked the defense player from Twente. The second one go out,
and then the team was broke from Twente. So that's why sometimes you have to do crazy things to win that kind of games. Een wedstrijd die 19 minuten lang duurt, maar nog niet te veel voetballende momenten heeft gekend. Popov. Snack wel heel erg vrij. Hard geschoten, Boske. And this game we run a lot. Het was heel duidelijk, hè. Je moest van voetbal niks kennen om te zien wat de bedoeling was van Heerenveen. En dat is het mooiste wat er is. Als je op de bank zit en je ziet, ah, het is zoals je gehoopt hebt en je ziet het gebeuren, dan is het op dat moment alleen genieten en hopen dat doelpunt valt. Tranjic, Bosker, half en daar is wel de tegen van Heerenveen. Dat kon niet uitblijven. Popov. De man uit Macedonië. When I scored the game, I was running away, running. I don't know what to do. And then when I see Daniel, that he's running to me, then I remember and I show him with the hand. Okay, I tell you what to do. Then I go down, I lay down and he lay behind me. Then all players was up just kicking me behind. I don't know what to do. Als je die beelden ziet, dan heb je nog steeds de rillingen over de rug. En daar komt de vrije trap van Tranjic. Kinder komt weer. Oh, ja, die komt er al. Ja! Goran Popov! Goran Popov scoort van Heerenveen. The people that they watch in the stadium, the crowd, and also the outside from the stadium, in Heerenveen Stadium, with the projectors, big projectors in the front of the stadium, 15, 20,000 people. Maar ja, als je scoort in de bekerfinale, dan ben je eigenlijk een held voor eeuwig, hè, bij Heerenveen. Ik bedoel, Sibon maakt natuurlijk die beslissende penalty, maar hij maakte de eerste goal. En dat was wel belangrijk op dat moment. Ja, fantastisch. De wedstrijd eindigt na 90 minuten in 1-1. In de verlenging komt Heerenveen nog op 1-2 door Bonaventure Kalou. Maar vlak voor tijd kopt Youssouf Hersi de gelijkmaker binnen. En dus moet de strafschoppen de wedstrijd gaan beslissen. The guy who scored against us from Twente, he was really small. And that's why I was angry. And I shout and I talk with Dinsdag. I say, why? Look, 2 minutes, it's finished the game. And I would say, okay, it's 0-0. Eh? Mm-hmm. But they send good penalty shooters. Mm-hmm. And I don't trust a lot on penalty. Als er één is die dan niet meer weet wat er gaat gebeuren, is het Goran. Maar het zal wel ook de eerste zijn die dan over de tribune gaat springen. Ja. Dus ja, dat moet je zien. Want Tron geeft me, ik weet dat nog, dat was ook in de tijd bij Brugge tegen Shakhtar Donetsk enzovoort, zei altijd voor de penalties kijken. Hè. Mm-hmm. En dan komen de spelers van het veld en dan moet je kijken in de ogen en dan zeg je bijvoorbeeld derde penalty. En als ze wegdraaien of zo, nee. En dan wordt er overlegd. Mm-hmm. Je moet vooral kijken naar de ogen op het moment dat hij iets zegt, penalty 1. Sibon die zei, ik neem 5, dan zou hij zeggen, ik neem dat. Dus dat was, daar werd er zelfs niet over gediscuteerd. Maar je moet niet aan Goran, van als je ziet dat je naar hem ging, ging je al weg. Hè. Dus dat is het type van speler. Dat is ook moeilijk om dat te doen. Maar dan komen ze van het veld, je hebt geluisterd, overlegd. En ze moeten rustig zijn. En dan gaat er bij de coach zijn. Kijk, dat is 1, 2, 3, 4, 5. Ja, er werd over gesproken en boom. I say, if you say to me, go Goran, you have to shoot, I don't go because I'm really angry because they score against us in 88 minutes. So that's why I was really angry and I say, no, I will not score, but I will watch the first, no, I will watch the last three shoots. The first three I will not watch, I say. And always I was all together. We just put the hands like this. And I was looking only the last three. Pomp maakt allerlei bewegingen op de lijn. Dat mag. Hersi. Zo! Van Hel tot Slemiel. Het zou zomaar kunnen. But when was the last Gerald Sibon? I was 100% sure that he will score. Because he's not a boy. When he shoot this penalty, he shoot it like a joke. He was 200% sure that he won't score. Met de handen in de zij. 7 bekerfinales. Sibon, Heerenveen heeft de beker. Soljev flikt het voor de 5e keer in zijn carrière. En wat schoot hij hem feilloos in. I didn't know where to go. I just take my friends, put it here on the arms. That was my first, yeah, and first for Heerenveen and first trophy for me. Because it was really tough game, strong and hard game. So that's why I'm very happy till today. And all my life I remember this game, not only this game,
all the moments that I have in Heerenveen. Dat hij daar bij die bekerfinale stond en dat die gigantische muur van blauw en wit met sjaals en weet ik veel wat allemaal. En daar stond hij naar te kijken en dan heeft hij voor mij ook minutenlang gestaan voor die tribune daar in de Kuip en genoten van die beelden. Spelers die waren, ja, dat was een gekkenhuis. Hè. Dus, die zijn ook wat jonger, dus laat ze maar eens gaan. Juist Popov die bleef heel stil. Die had niet geslapen, hè. Hij was niet te houden. Nee, die was niet te houden. Popov die was niet te houden. Ja, hij zat vol energie die dag, dat klopt. Ja, dat heeft hij lang volgehouden. Dat was my best moments in my life. En daarna ook nog op het podium in Heerenveen, na de wedstrijd om een uur of 1, 2, 3, s'nachts nog. Hij ging maar door. En maar zingen en microfoons pakken en overal maar in blaren. Ja, dat was wel erg grappig, moet ik zeggen. Even, dames en heren, de man van het eerste doelpunt. Daar komt hij, Goran Popov! Het feest op het plein ging nog even door en werd afgesloten door de in 2012 overleden materiaalman Kees Smit, met wie Popov een zeer goede band had. Jongens, het allerlaatste woord is aan Kees. He was real guy, I can say same like me. He was positive guy and he make me happy every day when I see him. Before I go for training, he was always on the pitch. He make something, he do something on the pitch to be better. He was working very hard all day. And then I say, tonight you come with me. They say, no. Maybe someone will say something from the club. I said, no, today no rules. So we can do everything what you want. That's why we go in back cafe. In the center, we go inside and I was barman. So I put the beer for everyone who wants. And I say, if we need to pay, I will pay everything. So that's why I was barman and close to me, front of me was Kees and Job. Hi Saidi. Alan, green time. Alan, green time. Hoe ver kan dat gaan? En Popov, dat is een knal. En zo is het 4-1. Daar zit de agressie van Heerenveen helemaal verzameld in die ene knal. Na het succes in de bekerfinale krijgt Heerenveen het een jaar later een stuk moeilijker. Trond-Suljet wordt al vroeg in het seizoen ontslagen. En zijn opvolger Jan de Jonge legt zijn functie na tegenvallende resultaten in februari neer. Jan Eversen moet Heerenveen dan uit de gevarenzone van de Eredivisie leiden. En dat gaat onder andere ten koste van Goran Popov. Ja, ik denk hij heeft zoveel drang vooruit dat hij wel eens de basis vergeet. He, dat het gaat als je verdediger bent, dan is het 70-80% verdedigen en 20-30% aanvallen. En dat is hij wel. Hij heeft zo drang naar voren, heeft hij, dat hij zichzelf wel eens voorbij loopt. Ja. En wat zegt u dan tegen hem? Van, hou daarmee op? Wij laten beelden zien. Ja. He, dat... En we geven dingen aan, op een training met videobeelden, want daar zijn videobeelden wel prima voor.
Ja, en dan hoop je dat hij dingen op gaat pikken. He takes me, he put me on the bench. I was not happy with that. And then I was feeling very bad because 2 years I play all games. Het is wel een speler die open staat voor kritiek. Ja. Ondanks dat ze in die landen meestal altijd wel een behoorlijk ego hebben. Hij is natuurlijk in zijn land, is dat wel een afgod wil ik niet zeggen, maar wel een bekende Macedonië. I was not in the squad the last 3 games. Then I say, okay, if someone wants to play with me, with my career, then I have to do something. Daarmee liep zijn carrière bij Heerenveen wel een beetje op een wat moeizame manier af, hè, omdat hij weinig speelde. Aan de andere kant speelde hij nog heel een nationaal team. En vervolgens viel hij daar weer op in wedstrijden, omdat hij daar speelde hij een paar goede wedstrijden. En dat maakte dat er wel weer clubs geïnteresseerd raakten in. They scouted me from Dynamo Kiev in Shakhtar. And after 10 days, after the national team, they called me, they say, you are coming in Dynamo Kiev. Volgens mij wilde hij ook niet echt per se weg bij Heerenveen. Volgens mij had hij het wel goed naar zijn zin. Maar ja, hij kon natuurlijk bij Dynamo Kiev wel een pak geld meer verdienen. En ja, als je wat meer geld kunt verdienen, dan kun je ook extra van het leven genieten, denk ik, dat hij gedacht heeft. It was difficult for me to go, but I have to go forward with my career because I was 25 years old and I want to make something bigger than Heerenveen. I make in Heerenveen something big, I win something with Heerenveen, but if everything was good, with the trainers, with the playing and everything else, of course I will stay there and I play for Heerenveen. Maar ik denk ook als Heerenveen zou bellen van wil je hier weer komen spelen, dat hij morgen komt. Dat gevoel heb ik. Ik weet niet, ik ben benieuwd. Ik zou het een vraag als ik jou was. Dat gevoel heb ik zo, dat hij dat wel zou willen. Popov geniet nu van het voetballeven in Skopje. De hoofdstad van Macedonië ligt in het noorden van het land, aan de rivier de Vardar, waar de voetbalclub naar vernoemd is. Met ongeveer 500.000 inwoners is het de grootste stad van de onafhankelijke Republiek Macedonië en de geboortestad van moeder Teresa. Van Popov liggen 150 kilometer buiten Skopje in een dorpje op zo'n 15 kilometer van de stad Strumica. Hier groeide Popov tot zijn 14e op bij zijn ouders en oma, die er nog altijd wonen. Een paar keer per jaar bezoekt hij zijn familie en wanneer het zover is, lopen de jongetjes van het dorp uit voor een weerzien met hun voorbeeld en idool. This is the village where I grew up. Yeah, as a kid from my when I born here. And after 16 years, when I was 16, 14, I moved to Strumica. And I started to play football there. And from there, I go far away, like today. En die droom hebben de jongetjes uit dit dorp ook. Velen van hen helpen, net als Popov in zijn jeugd, hun ouders na schooltijd op de boerderij. So when I was young, I need to take something metal. And this one with the red, I have to run to kill him. Yeah? I have to. Yeah, I did with my brother. So I run. My brother from there. I'm from here. And then we have to kill him to put inside in the our kitchen to make food because we have a lot something like this. Samen met broer Robert groeide Popov met het boerenleven op. Zijn 2 jaar oudere broer was aanvankelijk het grootste voetbaltalent van het gezin. Speelde zelfs nog voor Auxerre in Frankrijk, maar moest vanwege een blessure vroegtijdig een punt achter zijn carrière zetten. That's why I started to play football 14 years when I was in the Strumica. Because if I start before when I was 6, then my brother also start. And my father, he work also something like this, but in big farms. He needs to pay every day maybe 5 or 10 euros. For Macedonia, that was a lot of money. 10 euros for the taxi, for me, for my brother, to play, to train there, to buy shoes for me, for my brother,
football shoes, that's a lot of money. That's why he said, first your brother, and then my brother went from Belasica, he go out, he go to Litex Lovech, 5 years. Then he said, okay, now you start, you go. If you're a good player, it's not a problem that you didn't start six when you was, you start in 14. But if you're good, after 3-4 years, you will show this to the people, you go out. And that happened. From here till there was the goal. And we take just something like a pane, we put up there, like a pane, and we, maybe they come 15 kids every day, they shoot from there. If someone score, then the goalkeeper go out, another one comes, then he go shoot all around like this. Maybe that's why I shoot like this. It was more normal. You see? Yeah, good boy. That's good boy. You see this guy? Barco. Daga, 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 daga. Good boy. Fiki, fiki. Јас сум Горан, очекувах оти ќе биде добар фудбалер. До ден денеска, он од малечок, ка почна да играа фудбал, и се викаше, мамо, јас ќе бидам голем талент. И јас се немах верба од това, ама дојде ден, значи стварно, дека Горан и ми кажа, вика, мамо, вика, ќе дојде ден, тебе ќе те носам у Англија. Викам, Горан, не веруваме аз, не ли, да одам до Англија. Вика, ќе дојде денот, ќе дојде, одеш за Англија. И стварно ми се испани желбата и во Англија, во Холандија, секаде Горан не однесе на прошета. И до ден денеска имам верба во него. Се што е кажал на мене, се мое остварено и се е постигнато. And I talk to her, I tell her, you will see one day when I come to my village with the nice Ferrari, I say, with the nice cars, everything what I want. She said, come on, I hear this lots of years. When you grow up, I will see. And now she see what happened, that I do this, what I say to her. When I sign to Heerenveen, I take my father, I go to Skopje, I pay for this car and I say this from me. From my contract, I give you car. He has old one car, we sell it, and then I say, I buy car for you, what do you want? He say, I want small Toyota Yaris. Then I buy for him when I sign in Heerenveen. My life changed, but I don't change. But 11 years I was outside from my village and from my city and from my country. And when I came here after 6 years or 7 years playing out in other countries, I came back, and when I go in the center in my village, the people, they just, and my friends also, with the friends that I grow up, they just look at me, they say, they don't talk with me. And I go, I say, what happened? Nothing. I say, you didn't say hello to me. Yeah, I don't know, because now you have lots of money, you have a big cars, you have everything what you want, and we think that you change. You don't want to talk with us. You have friends in Strumica, in Skopje, everywhere in the world. I say, no, I'm the same. Come here. I take drinks, food, everything to my friends, I give, and then easy, easy, after 1 hour, they start the same, like before when I was young, they start to talk with me the same things, like before. But the important thing is to be always the same. When you start, I know how is it when I didn't have nothing. Now I know how is it to have everything what you want. So, but like a person, I'm the same. You know what's this? My father make it. From this one you can make bread. Yeah, from this one you make bread. And the eggs that no one eat it, the birds, they come here and they know where is the eggs inside. That's why they will eat and they're gone. That's why my grandmother, she put the eggs here. See? Opa! You see? So the eggs are here, inside. When I need, I come and I take. Okay. Finito. Значи, јас како родител на Горан и на Роберт Попови, толку сме горди, това што не може да биде. Значи, од се срце им посакувам се најубаво, се најубаво. А Горан, што тоа го постигна за неговата кариера, немам зборови. Значи, што постигна гама и во фудбал гама, и за, во седа гама, и во приватниот живот гама. When I signed contract to Heerenveen,
I signed contract for 4 years. Then I say to my father and my mother, you never work anymore. So in the farm, you don't work because you have to protect yourself. You have to be good and no work anymore. Popov heeft bereikt wat hij wilde en kan nu de volledige zorg voor zijn familie op zich nemen. Het tekent zijn karakter. En des te opmerkelijker is het dat hij na zijn periode bij Heerenveen een paar keer in opspraak is gekomen. Zo ook in Engeland, waar hij tijdens een wedstrijd met zijn club West Bromwich Albion Tottenham Hotspur-speler Kyle Walker bespuugd zou hebben. First, what I want to say, it's big sorry to all fans because full stadium 25,000 people. When they look this, when they watch, and if they saw on the video, was not looks like this that I want to do something bad to the player. And I want to say big sorry to all fans. I want to say sorry also to Gaffer because he was so angry after the game. And if I was in his place, I will do the same. So Walker was running behind me. I just push him 2 times. He go away and I leave the ball go to the corner. And our goalkeeper take the ball. And then when I see the fans behind me from West Bromwich Albion, they say, come on, Goran, kick him. You're a strong boy. And I say, hey, Walker, come on, go away. But no speed, nothing. And the second referee, he see me from here, like what I did. You know, it's not nice in England when you do this. Then I say to referee, to the first one, I say, okay, sorry, my mistake, sorry. So I want to say sorry to all my friends, teammates, the whole physical stuff, the physical stuff, the whole coach stuff. So this is sometimes everybody can make mistake and life is like this. I go in front of the cameras and I say, if I spit on you, I didn't have intention to do this. Sorry about this. Ook bij zijn huidige club Vardar komt Popov in opspraak wanneer hij in een bekerwedstrijd tegen rivaal Scandia een rode kaart ontvangt en het vervolgens niet eens is met de scheidsrechter. I was really angry and I cannot stop my emotion, that kind of things, because I think I was right. So that's why I take him, I just push him and kick him with the ball. So that's why they give me 5 games. I didn't play for 5 games and now I play again. Ondanks zijn emoties, en misschien juist wel daardoor, weet Popov zich in Engeland en Macedonië wederom tot publiekslieveling te ontpoppen. En krijgt hij daar de bijnamen Popeye en Bad Boy. No, I'm not Bad Boy. I can say maybe I'm Bad Boy, but positive. I don't do crazy things, you know. It's positive and that's why the people likes me. Also in Macedonië, if you see on the game, if you come here, the fans, they shout. They sing also about me, Goran Popov. So... In England the same, in Holland the same, here the same, when I was in Greece also. So that means that I'm not bad boy, I'm good boy. So positive bad boy. That's all. Tati Pati. So, welcome in my home. Inmiddels is deze 31-jarige positive bad boy al sinds zijn 17e bij zijn vrouw Vasilia en hebben ze 2 kinderen. Het gezin woont sinds een jaar in een nieuw huis vlakbij zijn geboorteplaats. I have their karaoke, we sing. So my kids always they sing there. That's why I have 1 TV here, 1 TV there. The famous Goran Popov. Yeah. This one is very good. That was in the newspapers in Macedonia. The living room, when we built the house. Something else. Fans, Heerenveen. On the tribune, they walk like this. This is winner, Beker Finale, 2008-2009. I still have it, and no one can touch it. And this one here. Yeah? That's all about Heerenveen and me. You can see again me and Pranić. The dream come true and I live my dream now. Heerenveen, hè? Dobre. Van boerenjongen tot publiekslieveling bij meerdere Europese clubs. Popov heeft zijn dromen waargemaakt. Hoewel hij maar 2 jaar in Nederland speelde en in Macedonië alles heeft wat zijn hart begeert, verlangen hij en zijn gezin nog zeer regelmatig naar Friesland. En dus droomt hij nog wel eens over een comeback. You never know. So if I come to Heerenveen for 1 year, I come for the fans, that I show him that I'm the same like before. So we'll see in the future what happens.
but I would like to come in the middle in the stadium to stay for playing or to say hello to the fans, because I hope and I think they like me like before. Wie weet zien we Goran Popov, cultfiguur van Heerenveen, West Brom en Vardar, nog eens terug in de Eredivisie. En als dat zo is, dan is er één ding zeker. Saai zal het zeker niet worden. Dat is alles. De filmpje is weg.